Dat raakt me heel erg, dat hele persoonlijke en ja, echt oprecht om iemand geven of zo. Of zo voelt het, terwijl je elkaar helemaal niet kent. We hadden altijd nog een droom om iets te kunnen doen hier voor jonge mensen die echt op zoek zijn. Casella betekent huisje en we bieden hier verschillende plekken voor stilte en ontmoeting. Wat ik merk is dat ze de gastvrijheid zo geweldig vinden. Dat ze binnenkomen en meteen zeggen, wauw. Wij hebben vanaf dag 1 dat we met Casella begonnen ons koorgebed losgelaten. En dat spreekt me heel erg aan. Juist iedereen omarmen en ook alle vormen van geloof samenbrengen. Hoe we het voorheen deden en nu een hele andere geloofsbeleving is geworden. Ik vind het meer dichter bij de bron. Hier in huis, we wonen met 24 hier en de gemiddelde leeftijd is 85. Maar het fijne is dat nu zelfs op dit moment ons huis nog zo'n grote betekenis kan hebben. Er was het verlangen om iets naar buiten te brengen uit jezelf. Dat je denkt, ah, dat ik dat kan. We gaan hier niet zitten, gewoon maar oud zitten worden. Want er waren nog verschillende jongeren. Om samen te ontdekken hoe je op een andere manier ons kloosterleven kon beleven. Dus dat is eigenlijk het begin van Casella geweest. Daar zit de kracht in van ons om door te gaan. Er komt een hele nieuwe lood, zou ik maar zeggen, aan wat wij begonnen zijn. Dat gaat daar verder.